Auschwitz, den 23. Februar 1945. Liebste Mutter, hoffentlich erreichen dich diese Zeilen, die dir und all den Lieben die Nachricht bringen, dass ich durch die Russen gerettet wurde. Es ist ein Wunder, dass ich noch lebe. Ich hatte viel Glück und muss dankbar sein. Wo Edith und die Kinder sich befinden, weiß ich nicht. Wir sind seit dem 5. September 1944 getrennt. Ich hörte nur, dass sie nach Deutschland transportiert wurden. Alles Liebe und innigste Grüße und Küsse, dein Sohn Otto. Sein Leben von nach dem Urlaub war Anne. Und all die anderen Dinge waren viel minder. Otto was transformed by the diary. I think that the diary carried him to heights that he had never anticipated or thought of being able to climb to. It served to help him deal with the pain and help him to see a purpose, that her death wasn't in vain. Het succes van het dagboek was voor hem het meest belangrijkste. Daar heeft hij ook dan dingen gedaan die misschien niet zo mooi zijn om dat succes te krijgen. He lost everything, but the diary was still there. That gave him an object in life. Anne wrote, I want to go on living after my death. And she wrote, if God left live me, I want to work for mankind. So you see, I have a certain task. Ich habe das Tagebuch ihrer Tochter Anna gelesen und bin entsetzt, dass sie als Vater so etwas veröffentlichen. Aber das ist so typisch Jude, aus der stinkenden Leiche seiner eigenen Tochter noch Geld rauszuschlagen. Ein Segen für die Menschheit, dass solche Kreaturen von Hitler ausgemerzt wurden. Terrible letter. Lieve Kitty, heb ik je eigenlijk al wel eens wat van onze familie verteld? Ik geloof al niet en daarom zal ik er maar dadelijk mee beginnen. Vader werd in Frankfurt am Main geboren, uit steenrijke ouders. Michael Frank had een bank en was daardoor miljonair geworden. Vader had in zijn jeugd een echt rijke zoontjesleven. Elke week partijen, bals, mooie meisjes, walsen, diners, vele kamers enzovoort. Vader is dus prima opgevoed. In the Yiddish-speaking world, they're called yekkes. It's a certain type who is overly punctual, highly opinionated, very sure of their moral and cultural and intellectual superiority. Hij had dan één zusje en twee broers en ze waren erg close. Ze werden van ihrer Mutter, van Alice, zeer humanistisch erzogen, sehr viel mit Literatur, mit Musik. Und ich denke, dass sie von zu Hause aus erzogen wurden zur Ehrlichkeit. Ehrlichkeit war an erster Stelle. Otto sagte auch immer, man muss die Wahrheit sagen. So waren sie alle erzogen. Und auch zur Treue zum Vaterland, das war ja auch ein mächtiges Wort in Deutschland, Treue. Toen dat tijd voelde hij zich helemaal niet Joods. Hij voelde zich echt Duits. You see, I'm born in a time of 1900, where assimilation was very, very strong. My grandmother already never went to synagogue. She was in synagogue once when she married. And in her whole life, she was not anymore in a synagogue. Hij werd opgeroepen. Hij kwam terecht in Frankrijk. Otto kwam er met zijn detachement goed uit. Hij had nog geen leidende functie. Hij was korporaal aanvankelijk. Mir geht es dauernd gut und habe mich noch selten so sorglos gefühlt. En op een dag werd hij uitgezocht om officier te worden. Dat heette dan wel officier der reserve, maar het was een officiersrang. Bijbehorend uniform. Daar komt Otto vaak op terug.
of het wel tot me doordrong dat hij eigenlijk officier was geweest in het Duitse leger. Hij was in de cavalerie en hij had een paard van een boer had hij beslag genomen, moest hij doen toen. En de boer was erg verstoord daarover. Hij had het nodig om te werken en zo. En zei, dit is mijn bestaan. Waarop Otto zei, maar ik geef je een ontvangstbewijs. Dat was heel typisch Otto. Otto kon zo merkwaardig naïef overkomen. En dat die boer het voor de ogen van Otto dat ontvangstbewijs verscheurde. En toen heeft de boer beloofd, als de oorlog afgelopen is, breng ik dat paard weer terug. Alle soldaten waren al thuis. En Otto was na 3 weken nog niet thuis. En Otto's moeder, die Alice, had wochenlang op ihn gewartet, war wütend. Wo is Otto? Wo is Otto? Na ruim drie weken verscheen die plotseling door de achterdeur in de keuken bij zijn moeder. Die eigenlijk een hartverlamming van verbazing en schrik kreeg. En hebben ze hem gevraagd, waar was je, waar was je? We waren zo bang voor je. Het zit er wel, moeder. Ik had een paard en dat moest al terug naar de eigenaar. Dus hij heeft zijn woord gehouden. Dat was typisch Otto. Dat is typisch Otto. Er had es teruggebracht. Hoe eerlijk hij was, ook hoe echt Duits hij was om zijn plicht te doen. Es war ihm wichtig, dass der Mann sein Pferd wieder hat. Ob die Mutter zu Hause und die Schwester und der Bruder und ich weiß nicht wer alles Sorgen um ihn haben, daran hat er gar nicht gedacht. Mijn vader, de liefste schat van een vader die ik ooit ontmoet heb, trouwde pas op zijn 36e jaar met mijn moeder, die toen 25 was. De familie zei toen, het is tijd dat je gaat trouwen en we zullen iemand voor je vinden. Dus ze hebben gezegd, we weten een leuk jong meisje, dat zou goed passen. Moeder was niet zo rijk, maar toch ook heel behoorlijk. En dus kunnen wij met open mond naar de verhalen van verlovingen met 250 mensen, particuliere bals en diners luisteren. Het was een eer die eer op respect beroerde als op wirklich tiefe Liebe. Vader is niet verliefd. Hij geeft haar een zoen zoals hij ons zoent. Hij kijkt haar plagend en spottend aan, maar nooit liefdevol. Zij houdt van hem als van geen ander. En het is hard dit soort liefde altijd onbeantwoord te zien. Hij had de kinderen toen tamelijk vlug. En dat was dan zijn grote liefde. Hij heeft al zijn liefde die hij had aan de kinderen gegeven. Dat was voor hem zijn leven. Mijn zuster Margot werd in 1926 geboren in Frankfurt am Main in Duitsland. 12 juni 1929 volgde ik. We used to call Anna Annelijn. Annekind en Zetlein. Margot was called Muts. She called me Pim. Of course also Papi. Hij had een ontzettend goede verhouding met zijn twee dochters. Hij was volkomen dol op hun. Mijn kleine zusje die wilde nooit eten. En meneer Frank kwam binnen. Ik weet niet, in 2 minuten was het bordje leeg. Dat was alsof de zon binnenkwam, weet je. Heel gek. En hij had een heel beter verstanding met Anne. Anne was vadersdochtertje en Margot was de moederdochtertje. Mijn liebes Annelijn, die Omi nannte die schon, als du nog ganz klein warst, Frauenzimmerchen. Dat bist du auch geblieben, du kleine Schmeichelkatze. Du weißt ja, wir haben oft Geheimnisse miteinander. So manchmal passiert etwas, was wir dann miteinander besprechen müssen. So einfach wie mit deinem Schwesterchen geht es nicht immer, wenn auch im Allgemeinen dein lustiger Sinn und dein liebenswürdiges Wesen dich spielerisch über vieles hinwegtänzeln lassen. Möge dir dieses lustige Lachen bewahrt bleiben, mit dem du dir, uns und anderen das Leben verschönst. Dein Pim. Am 30. Januar waren wir zufällig bei Bekannten eingeladen. Wir saßen am Tisch und hörten Radio. Da kam zuerst die Nachricht, dass Hitler Reichskanzler geworden sei. 15 Jahre lang
Danach kam ein Bericht von dem Fackelzug der SA Berlin und wir hörten das Schreien und Jubeln. Am Ende hat Hitler geredet, gib mir 4 Jahre Zeit. Der Bekannte, bei dem wir eingeladen waren, sagte aufgeräumt, lass uns doch einmal sehen, was der Mann kann. Ich wusste keine Antwort und meine Frau war wie erstarrt. We left Germany in 1933 because I didn't want to educate my children with blinkers. So we're not allowed to see Christian friends anymore. Und ich habe gleich mit meiner Frau besprochen, wie können wir wegkommen? Aber es ist ja schließlich die Frage, wie kann man einen Lebensunterhalt verdienen, wenn man wieder weggeht und alles mehr oder weniger aufgibt. Und das war sein Schwager, der Mann von Leni, Erik Elias, die hat in Basel werkte für OPECTA. Weet u wat dat is, OPECTA? Bindingsmittel für Jam, um Jam zu machen. Also mein Vater war Vertreter von OPECTA in der Schweiz und hat dann für Otto die Vertretung in Holland arrangiert. Da wir vollblut Joden sind, ging mein Vater in 1933 nach Holland. Hij werd directeur van de Nederlandse OPECTA-maatschappij voor jambereiding. He was very innovative. He liked to try new ideas. You know, he made that a movie showing how to make jam using pectin. OPECTA jam is heerlijk. Als zakenman was hij eigenlijk niet goed. Ja, sicher, war ein guter Kaufmann. Hij was te zacht eigenlijk voor dat. Hij kon een stevige zakenman zijn. Met de daarbij behorende beslissingen. Margot ging in december naar Holland en ik in februari. Waar ik als verjaardagscadeau voor Margot op tafel werd gezet. Het was een mooie woning, was een mooie gedeelte van de stad. Rond het Merwedeplein, om het zo maar te zeggen, was Plan Zuid. Er waren hele moderne woningen gebouwd. Alleen er was crisis in Nederland. Dus ze stonden eigenlijk leeg. Zodat zij als immigranten konden relatief makkelijk een huis krijgen. En ze kwamen daar in een omgeving terecht van Duitse vluchtelingen. Je ziet daar altijd Anne en Margot met een heleboel vriendinnetjes. Otto Frank fotografeerde veel. Ze hadden thuis, dat schreef ze over haar eigen verjaardag, dat hij lantaarnplaatjes vertoont of filmpjes. Dus het was een heel, laten we zeggen, open gezin. Maandag 15 juni 1942. Zondagmiddag had ik mijn partijtje. Rin Tin Tin viel zeer in de smaak bij mijn klasgenootjes. Ik heb 2 broches gekregen, een boekenlegger en 2 boeken. Het leven in Nederland was na de ervaringen in Nazi-Duitsland weer ons eigen leven. Onze kinderen gingen naar school en ons leven verliep weer normaal, tenminste in het begin. We konden toen een nieuwe start maken en ons vrij voelen. Ik heb een gelukkige natuur. Ik houd van de mensen, ben niet wantrouwend en wil ze allemaal met mij samen gelukkig zien. Ik heb wel eens gezegd dat ik eigenlijk nooit iemand heb ontmoet meer die zo van het leven genoot als Anne. Na mei 1940 ging het bergaf met de goede tijden. Eerst de oorlog, dan de capitulatie, inmars der Duitsers en de ellende voor ons Joden begon. Hij had zijn geschäft gevoerd, bis het eben zo weit kwam dat geschäften unter dem schönen Titel entjudet wurden, dann musste er das natürlich abgeben. Ich weiß sehr genau, 1941 war die erste Razzia, ganz in unserer Nähe. Und ich hatte Freunde dabei, junge Leute dabei. Die Leute kamen weg und nach 8 Tagen kam der Bericht des Todes. Also man wusste ganz genau, die Leute werden umgebracht. Toen we een paar dagen geleden samen om ons pleintje wandelden, begon vader over schuilen te praten. Schuilen. Waar zouden wij gaan schuilen? In de stad? Op het land? In een huis? In een hut? Wanneer? Hoe? Waar? The people I worked with were really friends. And when the time came that we had to try to hide, I first spoke to Mr. Coopers. And Coopers immediately said, well, the best thing would be we would hide here in our office building. After Coopers, I talked with Miep. Ob wir damit einverstanden waren, sie zu versorgen. She agreed, and then we talked to Mr. Kraler. And I could not let them slaughter by the Germans. And then we talked to Ellie.
So the four of them all were prepared to help us in case of hiding.